daar wat opgesloten. En waar zit Philippe Gilbert? Maar die laatste strook van 400 meter maakt het zo spannend. Hè? Je weet het nog altijd niet. Bosic gaat ook mee. Daar zit hij. Bosic gaat ook meedoen. Daar komen die Italians. En waar is Hagen? Die moet nog komen als een duivel uit een doosje. En Freire dan. Er zal zo meteen heus wel wat ruimte komen hoor. Die komt er als vanzelfsprekend op die brede avenue. Op de Geelskog. Paolini zit er nog altijd rond Benatti. Na een hele dag in de aanval te hebben gereden. Hagen in 16e positie. Hausler daar vlakbij. Hondo zit daar ook. En Gos. Quinciato. En Kruopis. Quinciato in tweede positie. Ofredo toch nog altijd mee voorin. Krijpel. Een paar Fransen met de Feu. Opgelet voor de kamikaze stunten van Feu. Die kan de boel nog uiteenrammelen. Ze zijn daar met Oscarito. Dat moet Barredo zijn met de ellebogen breed open. Die durft wel een robbertje vechten. En de Britten worden nu een beetje overspoeld door de Italianen. Yes. Het is nu een gevecht. Links en rechts van de weg twee ploegen. En de Britten zijn daar terug. Sagan zit wat ver. Sagan zat in ongeveer 40ste positie. Die moet nog gebracht worden. Belgen die proberen op te schuiven. Maar ja. Dan weer worden ingesloten dicht tegen de dranghekken. Het is niet evident omdat er sterkere brokken zijn. Opgelet, iedere bocht telt nu. De snelheid ligt nu nog hoger. Opletten bij dat uitkomen. Dat was kort. Nog 4,5 kilometer. Het is zoeken, het is tasten. Ik denk dat de Australiërs hun Gos kwijt zijn. Rapen ze die nog op. Feu zit daar in zijn dode eentje. Die gaat wringen dat het een lieve lust is. En krijgen wij Gilbert nog naar voor? Dat is de hamvraag. Gaat hij wel meedoen? Kan die daar nog wel vooraan komen? En gaat hij een WK rijden zonder een trap te veel te gegeven te hebben. Achteraan hier Lastras. Dat is de Spanjaard die vroeg in de aanval trok. Hier kun je Gilbert naar voren brengen. Wie heeft nog die kracht? Wie wil dat doen? Kalim Zhanov probeert daar het wiel te zoeken van iemand om plaatsen te winnen. Astralis pakken over. En Gos zit daar nu wel wat ingesloten. Australiërs pakken radicaal over. Hebben met andere woorden een hele goede timing gehad. Kev is aan het schouderen. Oep, wordt daar een beetje weggezet door twee Australiërs. Opgelet, dan kan het een vreemde sprint worden. Kijk, opletten. Oehoe, Kev. Elleboog even naar links. Waar zitten de landgenoten? Waar zit Philippe Gilbert? Hij wordt daar nu mee naar voren geloodst met dat golfje, volgens mij. Laten we hopen. Hier zit hij. Gos moet zich sterk voelen. 12e positie, Gilbert. Krijgt er nog een late uitval van een Spanjaard. Nee, dat is een Spanjaard die zich gewoon gaat nestelen voorin. Het helikopterbeeld is wat hoog. Gos zit daar inderdaad aan het wiel van Stuart O'Grady. Matthew Heyman zit in 3e positie. Dat is de orde bij de Australiërs. Cavendish zit daar ingesloten. Gilbert zit onmiddellijk in zijn dode eentje. Hij gaat zijn plan trekken daar vlakbij Cavendish. Sluit hij als het ware een beetje in. Wat een spanning zeg. Het gaat om de wereldtitel. Een sprint om de wereldtitel. Is nauwelijks te harde. Zinderend? Oh. Daar de overname. De Australiërs doen dat goed. Heyman wil dat zijn compaan toch nog een langere beurt van zijn rekening neemt. Ik denk dat het Roelands is die zich daar aan het positioneren is, maar nu weer wat wegzakt. Komt er nog een opening? Komt er nog een gaatje ergens? Verre wordt gebracht. Haido probeert daar ook mee te glippen. Ja, ze zitten er allemaal, hè. Wat een gevriemel. Verre wordt gebracht. Krijpel ook, links. Nu komen daar drie Duitsers. Die dan toch nog. Hier. Met Hondo. Ja, die kan dat natuurlijk ook. En die heeft een formidabele timing, de ex-pistier met al zijn ervaring. Hondo komt daar nog roet. In het eten gooien van velen. Daar is die afgesneden rotonde. Nu zijn we heel, heel dicht bij die laatste bocht. En Hondo kan met al zijn ervaring die bocht perfect nemen. Dat is al ongetwijfeld een voordeel. Bosic gaat ook meedoen. Sagan zit ook goed geplaatst. Ja, Sagan zit plots uitstekend. Die zit bij Boas van Hagen. En gaat Cancellara nu dan toch nog wat ondernemen? Hier Freire. Oh, Freire is serieus aan het wringen hoor. Daar zit ook Cancellara klaar. Ik pak niet veel risico's meer, zegt Freire in mijn carrière. Maar op grote momenten durf ik ze wel nog eens pakken. En dit is zo'n groot moment. Hij kan de enige worden Rast die 4 keer wereldkampioen is. Rast komt met Fabian Cancellara, meen ik.
gaat hij nog wat opzetten. Dan komen de Nooren binnendoor. Maar het is ongecoördineerd. Het is allemaal wat weg. Wat allemaal zo soepel leek te verlopen. Ze zijn allemaal het juiste wiel wat kwijt. Stendert probeert dan nu toch nog te knokken. Maar heeft hij de gepaste man, Cavendish, nog bij zich? Die staat wat verderop. Ja, die zit daar in zit daar aan de binnenkant, in de vijfde positie. En gaat nu ingesloten worden, maar gaat het niet toelaten. Dus het kan nog voor Cavendish. Wat duurt die voorbereiding ellendig. Slopend lang. Ja, niemand die er echt lijn kan in krijgen. Die Duitsers zijn aan het zoeken en missen natuurlijk Tony Martin om dit werk op te knappen. De Italianen zitten ook wat te ver. Laatste bocht. Al in de laatste bocht. Laatste bocht, dat gaat daar goed. Hier krijgen we die laatste strook van 200 meter. Dat gaat nog vrij vlak. En nu, wie kan er lijn in krijgen? Wie kan ruimte scheppen? Cavendish zit daar goed. En daar komt nu toch nog een Belg naar voren. Een van de landgenoten zagen we naar voren komen. Timing het is tempo everything. Wordt hoog, hoog opgetrokken. Hoog opgetrokken. Een van de Nederlanders gaat ook meedoen. Gos zit uitstekend geplaatst. Cavendish zit aan het wiel van Gos. Cavendish, Sagan. Hier nu weer ruimte scheppen. En nu moeten ze loskomen, nu moeten ze losschieten. Gos probeert dat hier in het midden van het beeld. Daar gaat ook Lars Boom nog meedoen. Wat een sprint. Daar komt Gilbert. Daar komt Philippe Gilbert. Dat moet Philippe Gilbert zijn. Gilbert probeert eruit te komen. Bijt op de tanden. Maar hij komt er niet helemaal uit. Hij komt er niet helemaal uit. En wat heb je aan dit beeld? Wie komt daar als eerste naar voren? Daar komt Cavendish. Daar komt Cavendish. Cavendish of Cancellara. Cavendish rules the world. Cavendish is world champion. Cavendish maakt zijn enig waar te maken droom waar. Wereldkampioen worden op de enige plaats die hem dat toelaat. Cavendish. Voor Gos en Greipel en Cancellara en Roelands is vijfde. Mooi. Hier Mark Cavendish. Dan toch Mark Cavendish. Daar in de hemel een regenboog en die blinkt voor een Brit. Een Brit die als een schooiertje uit de Vuelta gegooid werd. Maar dan toch nog de kracht vond om weer gaan op te bouwen in de ronde van zijn eigen land. Hij is wereldkampioen, ondanks die zware helling. Maar wat een prestatie van die ploeg, zeg. Drie kwart van de koers volledig gecontroleerd. Cavendish, Gos. En dan Cancellara of Greipel. Ja, de rollen worden nu omgedraaid hier. Cancellara wordt nu op 3 gezet. Wat kwam die nog dicht, zeg? Door de foto. Greipel 4, Roelands 5. Maar daar wordt ook nog foto naast geplaatst. Hagen en Freire zitten ook nog in de top 10. Ferrer ook, Bozic ook. Romain Feuillu staat daar ook nog tussen. Om 10 voor 4 wint de snelste man ter wereld het op 1 na snelste wereldkampioenschap in de wereld. Ja, Cavendish. De punch van Gilbert was toch een beetje afgebot. Moest misschien ook van te ver komen. Kijk, hier gaat hij aan, maar komt er eigenlijk nooit echt over. Nee, het is ook veel betekenend dat Cancellara hem daarin monteert. Want dat is in een normale doen niet het geval. Maar kijk uit wat een doosje dat Cavendish daar nog naar voren schiet. Cavendish die brengt ook Roeland. En die moet daar inhouden. Die verliest daar misschien wel een podiumplaats hoor. Die moet daar nog een tweede keer binnendoor. Ja, dat gaat zo met sprinten. Maar Cancellara toch nog derde? Ik denk het. Het kantje bordje zijn met Gos. Maar Cavendish had nog een overschotje. En dat was ruim groot genoeg. En Cavendish had hoeren chance dat Gos de deur niet dicht deed toen hij aanzette.